dat is mijn vogelpoepje die net vanmorgen besloten heeft om even op mijn raam te roepen. Dus dat kan nu mooi even in beeld. Goedemiddag allemaal, het is maandag en ik ben in Friesland. Oh my god. Ben ik eigenlijk wel eens eerder in Friesland geweest? Vast wel ooit. Familie hier. Maar familie die we echt nooit zien. Nou goed, we zijn dus in Friesland. Met Jeske. Oh nee. En ja, we gaan even naar Jeske's dorp. Hoe heet het? Sint-Nicolaasgaan. Ja, nou, daar gaan we dus heen. Toen Sinterklaas een keer in Sint-Nicolaasgaan kwam, toen zei hij zo van... Ja, ik durfde niet te komen, want het dorp heet Sint-Nicolaas. Ga! Oh my god. Hoeveel mensen wonen er in Sint-Nicolaasgaan? Ongeveer 6000, denk ik. Oh, dat is nog best wel wat. Ja, best wel veel. We hebben ook 3 basisscholen. Maar we hebben 1 supermarkt. En we hebben nog een drogist en een bakker. En dan hebben we ook nog een kledingwinkel voor 60-plussers. Yes. Dat is gewoon... ja, meer heb je niet nodig. Het is gewoon een geweldig dorp. Ja, en daar komen allemaal topmodellen vandaan, hoor ik al. Ja, Marian. Marian is mijn buurmeisje. Ja. Ja, daar kunnen we straks even langs rijden. Maar ja, ze is er toch niet? Nee, ze is er nu niet. Jammer. Ja, nee, we waren echt altijd bij elkaar. En iedereen, we waren gewoon altijd door Sint-Niek aan het fietsen. En dan waren we op zoek naar avonturen. Die er gewoon bijna niet te vinden waren. Maar dat bedachten we dan zelf altijd. Jeske, wat gaan we eten? Wij gaan straks de famous banana pancakes maken. Oh, ik zie nu één ding. Zo hoort het eruit te zien. Even wachten, hij is wit nu. Ja, oh ja, zo dus. Banana pancakes. Oké, okay, moet het op zo'n mooi stapeltje? Ja. Oh, wow. Nou, ik zie het altijd op Instagram voorbij komen. En ik dacht altijd al, oh, dit wil ik ook. Maar ik weet gewoon dat mijn kookkunsten niet zo formidabel zijn. Maar we gaan het toch proberen. Yes. Want wie niet waagt, wie niet wint, toch? Heel benieuwd. Ja. En het regent een beetje hard. En ik wou je echt heel veel mooie plekken in Friesland laten zien. Maar ja, dat gaat dus even niet lukken. Dus we gaan gewoon koken en eten. Gewoon koken. Komt goed. En relaxen. Top. Goed, dit zijn dus de ingrediënten voor onze pannenkoeken. Maar Jeske heeft het al een beetje opgegeten. Maar dat maakt niet uit, we hebben nog genoeg. Look at the mad skills. Kleine uitleg. Wij keken net een filmpje hoe je dit moet maken van Bloggie Latus TV. Voor de mad YouTube skills, link over daar. Over daar, link. En die chick is echt niet te doen. Let's peel that banana and chop it up. Look at them skills. Check out my mad skills in flipping pancakes. Appels en kaneel. Biologisch. Biologisch. Heb ik druk op me, hè? Ja, yeah, ja. Yeah. Pressure. Ja, zie je, dat ging al mis. Ja, gewoon echt even een hele eigeel gewoon lekker over het kaneel heen gespatterd. Ja. Maar voor de rest ging het goed. Ja, alweer nog een keer. Oh ja. Cut! Met mad banana chopping skills. Kijk hoor, dus deze banaan gaat erin. Zo. En het gaat ook nog echt met een hele snelheid. Ja, ja. Ik zei toch, met skills. Ja. Gewoon zelf gewoon te lui. Zelf met een vork. Chopping. Let's try it. Yes. We're Instagramming our food. Zo slecht. Ja. Dit is zo slecht. Ja. Het is al koud zo meteen, maar ja, is het wat? Is het wat? Ja, het heeft gewoon niet de X-factor die je verwachtte. Ik wil het gewoon graag, maar het is echt moeilijker dan ik dacht. Ik breek even in de blog van Toeps. Vlog. Het gaat alweer goed. Ik ben er niet goed in. Nieuwe want Bianca is de nieuwe camera in elkaar aan het zetten. Yes. Want het is een doe-het-zelf pakket. Yay! Ja, dit is mijn fijnere neckstrap, want die is niet zo hard en zo. Deze is lekker zacht. Ik had eerst een 5D Mark II.
En die had ik al een tijdje. En toen dacht ik, ik wil een nieuwe. En deze is beter met filmen. En sneller met scherpstellen. Mm-hmm. En nieuwer, dus vandaar. Goedemiddag, het is woensdag. Nee, het is eigenlijk donderdag. Maar we hebben dit gisteren niet opgenomen, dus het is gewoon dus woensdag. Is woensdag. Ja, en vandaag en morgen, vandaag, gaan we bij Mieke Petit fotograferen. En Mieke Petit is een make-up opleiding waar je buiten de basis make-up en de fashion en zo ook wat theatralere lessen krijgt. Dus nou ja, waaronder die van vandaag. Dus. Vandaag en gisteren, vandaag en morgen gaan we alien couture fotograferen. Dus het zijn allemaal hele uitbundige creaties. Ja, heel excentriek, ja. Bijzonder apart. Dus ik denk even kijken, wat kunnen we verwachten? Oh, dat weten we stiekem al, want we nemen het later op. Nou ja, wat kun jij verwachten als kijker? Zilverpapier? Zilverfolie. CD's, kapotte CD's. Plastic? Glitters. Glitters. Wegwerkt haar. Ja, kale mensen. Ja. Stukken haar. Nou, dus het is heel bijzonder apart en wel heel erg leuk om, ja, om te fotograferen, want het is madness. Ja, het is wel flink doorwerken, want je hebt, vandaag hebben we 13 mensen, ja, of heeft Toeps 13 mensen gefotografeerd. Maar ja, Maan heeft ook wat gefotografeerd. Tussen de periode van 2:30 en wat is het nu, 5:00 of zo? Ja, ja. Dus het is echt doorgaan. Blij vandaag, want haar best friend krijgt een baby. Woehoe. Dus Maan wordt een soort van tante, dus Maan is heel blij. Dit is nog een van de hoofdtooien. Ja, Maan doet even voor moed. Fierce. Wacht, ik doe ook even wat. Ah, deze was voor over schoenen. Maakt niet uit. Kan ook zo. Vind ik. Het kan allemaal. Ik vind dit echt enorm fashionable. Oh, wacht, ik moet ook even deze. Ja, die is wel het meest fashion. Deze is wel echt fucking fab. Oeh, hij moet je niet met de lepels gaan gooien. Dan hoort hier nog ergens eentje. Amelie style. Hoi. Sorry. There is no spoon. Oh jawel, there is. Het is woensdag en ik heb gisteravond een blogpost online gezet over Victoria's Secret. Een vrij kritische post en die ging best wel hard. En vandaag gewoon lekker de hele dag gewerkt. En toen ging ineens mijn telefoon aan alle kanten berichtjes, reacties. Van, oh my god, je was part of Boulevard. En ik had zoiets van, wat? Waarom? Maar blijkbaar heeft Manon mijn blog genoemd. Maar ik weet van niks, dus ik ga het maar eens even bekijken. En iedereen wil ook angel worden. Ja, maar er begint wel een klein beetje een tegengeluid te ontstaan. Ik las vanochtend een heel grappig artikel op Fashion Milk. Superleuke blog van een fashionista. Fashionista. Maar die wel ook zegt, zij is altijd heel realistisch en ook wel goed in het tegengeluiden. En zij zegt ook eigenlijk van, ja jongens, waar zijn we mee bezig? Want het is eigenlijk een soort van verheerlijking van mooie lichamen. Dat zijn we met z'n allen aan het doen. En zou het niet heel leuk zijn als we een keer zouden gaan verheerlijken dat iemand misschien een heel mooi motto heeft om de wereld te redden of wat dan ook? Het is mij, de fashionista, kennelijk. Maar hoe cool was dat? Dankjewel Manon, echt super lief. Echt super lief. Echt super lief. Dus. Eigenlijk was ik dus gewoon. Ik was eigenlijk best wel bang. Dat ik toen ik het postte. Ik dacht, nou, dit gaat iedereen echt totaal niet waarderen. En er komen allemaal van die meisjes echt zo van. Wat? Stom meid. En vooral dat
Nou, vorige week schreef je nog dit en dat. Hypocriet figuur. Nou ja, goed, al dat. Dat viel wel mee. Ik had twee boze dames, maar die waren vooral... Die konden de punten op het toetsenbord niet vinden überhaupt. De uitroeptekens dan weer wel. Die vonden het vooral onzin, want een Nike trainingspak was ook heel duur. En die BH's zitten toch echt wel heel erg lekker. Goedemorgen, vlogkijkers. Dit is de laatste vlog met mijn G15 camera, want ik ga zo meteen mijn nieuwe vlogcamera ophalen. Yay! En dat is een Legria Mini X en daarmee kan ik gewoon lekker filmen, terwijl ik wel kan zien wat ik aan het doen ben. Dus voilà, verder kom ik net onder de douche vandaan, heb ik tot 11 uur liggen slapen zo ongeveer en ben ik nog steeds moe. Maar goed, ik hoef alleen maar eventjes naar een afgelegen industrieterrein af te reizen waar Nieuwslab zit. En dan weer terug. En dan heb ik het eigenlijk wel weer gehad voor vandaag. Ik heb niet zo heel veel zin om te gaan reizen vandaag. Als ik heel moe en overprikkeld ben, dan krijg ik altijd last van mijn buik. Of ben ik bang dat ik last van mijn buik krijg. Bang dat ik last van paniekaanvallen krijg. En dan vind ik metro's en zo in afgelegen gebieden gewoon helemaal niet fijn. Maar nou ja, er moet toch ergens een camera opgehaald worden, dus ik ga het maar doen. En goed, het moet goed komen en zo niet, dan toch. Als je je afvraagt waarom je net geen geluid hoorde, het geluid stond nog uit. Lekker slim, Toeps, lekker slim. Maar goed, ik loop inmiddels in Zaandam. As you can see, kijk. Oh. En ik ga even naar de Albert Heijn. Groothoek. Dikke groothoek. Vette grote groothoek. Groothoek, groothoek. Kijk hoe groot de groothoek. Klerenzooi. Groothoek. Groothoek. Dat is wel fucking lelijk. Hallo. Ik heb een groothoeklens. Nee, really. Lijkt de clip van Gabbertje wel zo. Nou, ik was dus in total chill modus op de bank. America's Next Topmodel Season 1 aan het terugkijken. Maar ik kreeg net een appje van. Ik kreeg net een appje van Vera Luijndijk. En die is hier gestrand met de trein. En dus die ga ik zo even binnenlaten en dan even een theetje drinken. Gezellig! Hoi, nou, het is hier echt vet gezellig vandaag. Want niet alleen Vera is er nog. Jij. Maar Veerle is er ook. Kortom, super gezellig. Dat wordt echt zo'n interessant filmpje. Je zit alleen maar de hele tijd. Hoe werkt dit ding? Maar ja. We kijken ook weer naar het scherm, niet naar de lens. Dat is ook altijd leuk. Oh ja. Hallo. Hallo. We kijken nu naar de lens. Maar je kan hem dus ook hiermee. Oh, sorry, camera. Kijk, dan kan je hem zo neerzetten bijvoorbeeld. Dan kan je een heel verhaal vertellen. Ja. Theo en Thea doen. Ja, alleen je kan hem dan weer niet echt recht. Nee, dit is nu niet echt een charmant schot altijd zo van onder natuurlijk. Nee. Behalve als je het heel serieus moet vertellen. Goed. Ja. Echt zo. Hallo, mensjes. Hey. Hallo. Yes. Dat kan wel. Ja, dat kan wel. Of zo'n shoplog opnemen. Kan je beetje allemaal laten zien wat je gekocht hebt. Zo van. Geit. Nou, kijk. Ik heb... Oh. Hier mag je ook hebben. Oh, die doet je gewoon vanmiddag. Oh, en ja, dat is voor de helft opgegeten. Half aangevreten wafels voor Riemer. Hou nou eens aan mij. Wat lief van je. Kan ik zo kijken. Oké, okay, ja. Wat is fantastisch. Ik kan gewoon zo... Nou, zie je nou wel. Best lekker. Oh, nice. Uitknop.